Op het eilandje in de Donau ligt ginder het Meulensteenmuseum. We gaan het even bezoeken. Het schijnt een museum van moderne kunst te zijn. Ik had verwacht dat het groter zou zijn, dus waarschijnlijk ben ik inderdaad op 2 uur rond. Het is nu 10 uur zondagochtend en omdat het dus zomerseizoen is, opent het museum pas om 11 uur. Ik stijg dus een uur te vroeg. Het zit vernuftig in elkaar. Dus dit rechtse kanaaltje wordt gevoed door een gecalibreerd debiet met een vaste opening, waardoor men hier altijd hetzelfde debiet heeft. En dan wordt dan hier nog verder versneld en gezuiverd, zodat dus de kajakjongens in een raftingcircuit kunnen oefenen. Het linkse kanaal is dus eigenlijk de overflow. Alles wat niet door het gecalibreerde gaat, wordt links afgevoerd. En zelfs daar is er dus een beperking. En als er dus niet echt behoefte is aan overflow, wordt het daar gewoon tegengehouden. Een volledig kunstmatig aangelegde wildwaterbaan. Met beneden aan die trap de instapplaats. Hier het veilige voorbereiden, zich klaarmaken, zien dat men in de juiste volgorde vertrekt. En het lijkt wel een dubbele baan te zijn. Misschien een verschillende moeilijkheidsgraad of zo. Klaar voor de vertrek. We moeten snel vertrekken, maar we moeten afstand houden tegenover de vorige. Ik denk dat het lost. Er zijn in totaal 3 startplaatsen hier. Een dubbele startplaats zodat men rechtstreeks duel kan varen.
Daar zitten de dames die de tijd opnemen op de finish. De boekhouding, de administratie, ook heel belangrijk. Hier geen Red Bull zeepkisten race. Nee, nee. Hier is het de Red Bull Rapids op 15 september. Zou dat met eigen gemaakt tuig moeten gebeuren? Eindelijk rustiger water. En dit is inderdaad een scheepslift om de kajaks snel terug naar een startpositie te krijgen zonder dat de kajakers moeten uitstappen ofzo. Gewoon beneden aanschuiven en die lopen de band trekken naar boven. Vandaag zullen ze het zonder scheepslift mogen doen.